Goedemorgen iedereen. Nou, ik zit in de auto. Ik ga naar de bouwbeurs vandaag. Maar ik ga niet alleen, want ik ben namelijk met... Hoi, ik ben Sedda. Menne en ik gaan vandaag naar de bouwbeurs in Utrecht. En we gaan kijken naar de ontwikkeling in de bouw. Ja, ik ben benieuwd. Jij ook? Ja, zeker. Goed, Menne. Ja? Wat verwacht je vandaag allemaal te zien? Je eerste keer op een bouwbeurs. Weet je wat ik verwacht te zien? Allerlei aspecten waarmee we zeg maar, meer tijd kunnen winnen tijdens het bouwen. Hoogstwaarschijnlijk dingen die te maken hebben met prefab elementen in bouw. Als we nu kijken naar hoe de bouw sneller kan, ja? Dat ze dat voornamelijk met prefab elementen, modules en et cetera gaan doen. Dat klopt zeker. Ja. Of met 3D of zo, joh. Ja. Gewoon echt letterlijk printen. Printen. Ja. Super nice. Nou, we gaan het zien vandaag. Ja. Ik ben benieuwd. Nou, jullie hebben vast wel gemerkt dat we best wel vroeg uit huis zijn gegaan. Ja. En wat hebben we dan nodig? Koffie. Natuurlijk, sterke koffie. Dus die gaan we niet halen. We hebben op dit moment voor de planning hebben wij twee seminars staan. Eentje is om 9 uur en de andere is om 12 uur, klopt dat? Ja, zoiets. Mijn eerste seminar gaat dus over... flexibiliteit in de bouw. En de tweede over... circulair bouwen. Ja, een goeie. Dus... Als je zelf iets ontwerpt, als je zelf echt iets wil... Vroeg de bank of het duurzamer kon. Ja, omdat we die gegevens allemaal voorzien van een chip of een QR-code of een streepjescode, wat je ook maar zou willen. We hebben net onze eerste seminar gehad en dat ging over flexibel bouwen. Maar nou, wat is dat eigenlijk? Nou ja, flexibel bouwen, wat ik net van de seminar heb geleerd, betekent eigenlijk dat je gebouw op zodanige manier bouwt dat je het ook nog op een eenvoudige manier kan aanpassen. Bijvoorbeeld dat jij een grote woning hebt, maar die zou jij toch willen verkleinen, dat het dat op een eenvoudige manier kan. Dus dat is best wel uniek om te zien. Nou, wij hebben zojuist iemand leren kennen die ons wat wil vertellen over... een bedrijf die zich bezighoudt met sloopwerkzaamheden, zodat ze elementen weer kunnen hergebruiken. Precies. Hey, daar zijn we weer. Je naam is eigenlijk? Niek van der Venne. Oké, vertel. We hadden elkaar zojuist gesproken, hè? Ja. Maar vertel, wat doen jullie eigenlijk? Wij zijn van een sloopbedrijf en wij saneren bij slopen en wij saneren asbest. Bodemsaneringen. En wij zijn hier op de beurs omdat we een onderdeel zijn van Veras. En wij promoten het circulair slopen. Het circulair slopen houdt in zeg maar, dat je zoveel mogelijk materialen weer voor hergebruik in aanmerking laat komen en die terugkomen in de bouw. Wij zijn weer terug, want het tweede seminar die gaat nu beginnen. Die gaat over circulair ontwerpen en bouwen. Dat moet je niet kopen, maar die moet je afnemen als dienst. Dus je moet iemand die er wel verstand van heeft, dat laten doen voor jou. Dus ik wil van bezitter van die spulletjes, wil ik de afnemer zijn. Het gaat me om het gebruik. Nou, ons tweede seminar is voorbij. En Sarah, waar ging het over? Nou, het ging over dat producten in de bouw, zoals gevels en driften, van product worden omgezet naar diensten. En dit heeft op juridische aspecten veel gevolgen, maar omdat er nog geen vaste manier van aanpak is, vinden partijen het eng om die overstap te maken. De producent die zeg maar, dat product in dienst heeft, die onderhoudt dat product.
naar de aannemer en het bevalt hem, dan komt hij naar ons toe. Al wij naar hem. Kijk, en doen we een stukje uitleg van wat we hebben aangeboden. Dan doen we een uitleg van hoe we die bekomplaten constructief op willen gaan hangen. Vandaag staan wij bij Groot Vroomschoop en het unieke van deze bedrijf is dat zij zijn gekozen tot beste werkgever. Maar vertel, Wim, wat nog meer dan? Wat hebben jullie gedaan? Oh, we zijn een zeer innovatief bedrijf. Ja? We hebben hele mooie producten en die worden gemaakt van hout. En hout is natuurlijk een hernieuwbare grondstof. Dat betekent hout dat groeit in de bossen. Ja. En je kunt er hele mooie dingen mee maken. En we hebben onlangs een hele mooie school opgeleverd in Amsterdam. En die school die heeft een CO2-negatieve impact. Dus dat is heel belangrijk ja, op dit moment. Ja. Dat is school voor zichzelf om het weer te renoveren? Ja, maar ook kijk, materialen die hebben best wel heel veel impact op wat er gebeurt. Ja? Kijk, de grondstoffen die raken wereldwijd open. Precies. En ja, hout groeit gewoon weer bij en kun je ook heel goed weer hergebruiken. Maar gaat hout dan niet doen? Nee. Alleen al in Europa staat 5 miljard hectare aan bos. Oh, oké. Okay. Nou, daar gebruiken we lang alles dan niet van. Dus er is nog heel veel hout over, om zo maar te zeggen. En daar kunnen we heel mooie producten van maken. Oké, top. Dankjewel. Ja hoor, graag gedaan. Super handig om virtual reality brillen in de bouw te gebruiken. Want daardoor kan je ja, je bouwelementen daadwerkelijk in 3D laten zien. Echt super handig om virtual reality brillen in de bouw te gebruiken. Want daardoor kan je daadwerkelijk 3D modellen zien van jouw bouwelementen. Ja, en we hebben VBI net gevraagd of zo'n 3D model ook echt toegevoegde waarde heeft voor hun. Ja, intern heeft het voor de techneuten vrij weinig toevoeging, maar voor de externe partners is het voor verduidelijking. Yes, na een hele dagje filmen op de Bouwbeurs is het nu wel weer tijd om naar huis te gaan. Hey Merna, ja? Wat is eigenlijk het meest blijven hangen bij jou van vandaag? Eigenlijk meer dat de bouw een dienst wordt in plaats van een product. Ja. Dus de gevels bijvoorbeeld, die staan dan niet meer op jouw naam, maar op de naam van de producent. En eigenlijk voor jou dan? Ja, eigenlijk dat ook wel een beetje. Ja? Ja, nee, dat was wel het meest nieuwe wat ik heb gehoord van vandaag. Ja, precies toch? Ja. Maar hé, wanneer ben jij eigenlijk de bouw ingestapt? Nou, het idee kwam in ieder geval op de middelbare school bij mij. Ja? Ja, en dat was omdat er een internationale meisjestechniekdag of zo was. Ja. Had ik toen nog nooit eerder van gehoord. Okay. Maar goed, het idee was om met dames van de sector techniek naar een bouwplaats te gaan, laboratorium en zo te bezoeken. Oh, wat leuk. Ja, en toen zijn we dus naar een bouwplaats gegaan en hebben we een voorlichting gekregen van wat de bouw nou eigenlijk is en wat het inhoudt. Ja. En toen dacht ik van ja, hey, dat klinkt eigenlijk wel interessant. Dus ben ik dat gaan onderzoeken, ben ik naar open dagen gegaan en zo heb ik me aangemeld voor de mbo-opleiding bouwkunde. Okay. En nu doe ik hbo-bouwkunde met jou samen. Gezellig. Ja. Dus ja, dat is het een beetje. Oké, leuk joh. Maar hoe zit het dan met jou dan, Myrna? Hoe ben jij de bouw in gestapt? Ik deed hiervoor mbo internationaal account manager. Ja. Yeah. En ik wist wel dat ik hbo wou studeren. En een keer deed ik mee aan een verkoopproces van een gebouw. Die werd neergezet en die moest verkocht worden. Ja. Dus ik deed daar mee en ik vond het best wel interessant. Toen dacht ik, laat me even onderzoek hierover doen. Dus toen ben ik een beetje gaan onderzoeken. En toen ben ik erachter gekomen dat ik een projectleider zou willen worden. Ja. En toen dacht ik, oké, ik ga gewoon het proces aan. Ik ga gewoon op hbo, ga ik lekker de bouw in. Nou jongens, we zijn bijna thuis.
Het was een super innovatieve en leerzame dag. En ik wil eigenlijk Volk Westers bedanken hiervoor. Want zij hebben ervoor gezorgd dat wij daar mochten komen vandaag. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog iedereen. Doei doei! Doeg!